Naar de laatste match alweer van vanavond. Sushi tegen Bubblebox. Bubblebox natuurlijk bekend van zijn goede prestatie op HCT. Maar ja, we kennen Sushi natuurlijk van zijn eigen gemaakte decks. En ik ben heel benieuwd waar hij nu weer mee komt. Ja, zeker. Hij heeft natuurlijk die de Mill Warlock waar hij de afgelopen tijd veel mee heeft gespeeld. Dus ja. Ik verwacht ook een Gnome Verrater te zien in zijn Warlock. Misschien geen Cold Light Oracles, maar ja, sowieso die Gnome Verrater, daar is hij wel een grote fan van. Ja, ik ben echt heel benieuwd waar die mee komt. Laten we even de line-ups doornemen. We zien Bubblebox met Druid, Paladin, Mage en Priest. En zijn Priest is geband. En Sushi speelt Mage, Warlock, Paladin en Priest. En zijn Priest is ook geband. Dus een heleboel Priest-bands vandaag. Ja. 4 stuks al zover. En, ja, dat is natuurlijk een reden dat iedereen het meebrengt. Want het is natuurlijk een heel sterk deck. En zoals je in 2 van andere wedstrijden zagen, die target de Priest. Dus ja, dan wil je het natuurlijk niet bannen. Ja, dat is wel grappig. Want vaak zie je toch ook wel in Conquest dat dan het sterkste deck wat er op dit moment is niet getarget wordt. Omdat het heel lastig is. Maar ja, Mate en Nara hebben toch een manier gevonden om dat efficiënt te doen. En die hebben dus allebei ook best wel makkelijk hun games gewonnen. En we zien Bubblebox en Sushi toch met een andere strategie komen. Die hebben allebei de Priest geband. En ja, ik vind toch altijd, ik heb een paar keer tegen Sushi mogen spelen in het is altijd wel heel vervelend. Want je hebt gewoon echt geen flauw idee wat die jongen in zijn deck stopt. Het is echt super greedy. En zoals je vorige week al zei, of wat je zei dat hij vorige week speelde hij gewoon opeens full aggro. Ja, klopt. En natuurlijk altijd zijn priest-tags. Het kan echt alles zijn. Control, een dragon. Hij zegt, hij speelt graag die priest-tags met allemaal verschillende legendaries erin. Ja, ik ben echt heel benieuwd waar hij mee komt. Ja, en Bubblebox, ook wel een hele hoop hoge legend finishes. Ja, volgens mij had hij een stuk of 5 top 100 finishes. Ja, dus dat is toch wel heel sterk. Ja, en ook wel meerdere top 10's geloof ik ook. Of top 20 in ieder geval. Volgens mij is het 1 keer top 10 gefinished. Ja, dus, ja, dat is toch echt ontzettend knap. Dus ben je bij de beste 10 alle spelers van Europa op dat moment. Dus echt heel sterk. Zien Bubblebox niet heel vaak op bijvoorbeeld Firesides en zo. Nee. Maar achter de schermen doet hij toch altijd echt super goed. Een beetje de stille krachten uit Nederland. En, maar het is natuurlijk denk ik ook omdat hij in het noorden woont. Waar niet heel veel Firesides zijn. Dat het heel ver weg is voor hem om overheen te gaan. Dat hij vooral de online toernooien meespeelt. Zoals bijvoorbeeld zo'n ISL Benelux hier. En dan alleen voor bijvoorbeeld de finale dan toch nog afreist. Ja, en hij weet je gewoon weer te kwalificeren. Derde seizoen geloof ik al op rij. Ja, en dus, vorig seizoen was natuurlijk top 4 geworden. Ja, dat is heel sterk gespeeld van hem. Ja, en Sushi die was natuurlijk tweede. Vorig seizoen geloof ik had van Nara verloren. We zagen Nara al eerder deze avond de game winnen. Maar we gaan nu naar Bubblebox. Bubblebox tegen Sushi. Druid tegen Warlock. Ja, en zoals eigenlijk al eerder matches zagen, de veteranen wonnen toch elke keer. Ja. Maar natuurlijk eigenlijk in deze match hebben ze allebei al wel wat ervaring. Ja, zeker. Ze zijn ook teammates van elkaar. Spelen allebei voor Sector 1. Sushi is het nieuwste teamlid. Ja. En ik moet zeggen, ik denk dat hij zijn waarde absoluut bewezen heeft. Hij heeft natuurlijk top 16 gehaald op DreamHack Frankrijk bij zijn allereerste toernooi. Oh nee, hij was ook net als mij. Ja, hij was ook op tiebreakers, net 5-2. Ja. Helaas, maar natuurlijk wel 2 weken terug FOM gewonnen. FOM gewonnen, ja. Dus hij doet het zeker goed en hij heeft ook meerdere top 100 finishes gehaald. Dus zeker 2 hele goede spelers hier die er tegen elkaar komen. Het is ook wel grappig inderdaad dat hij top 100 finishes ook gewoon met zijn eigen gemaakte decks haalt. Dus niet dat hij op ladder toch nog de cookie cutter deck speelt. Nee, je zult hem niet snel top tier decken zien net decken. Nee, hij gaat toch altijd voor zijn eigen varianten. Ja, ik heb hem daar wel eens over gesproken en hij zegt ook van dat hij daar gewoon zoveel plezier uit haalt. Ja. Dat hij daarom dat altijd doet. Hij haalt meer plezier uit gewoon zijn eigen deck maken en daarmee winnen. Dan inderdaad de beste deck spelen en eventueel daar een toernooi mee te winnen. Klopt. En natuurlijk ook hoewel waarschijnlijk de deck slechter is dat hij speelt. Ja, als de tegenstanders niet weten wat hij speelt, dan is het, dat maakt het juist weer sterker. Ja, je staat eigenlijk al gewoon 1-0 voor. Omdat je tegenstander inderdaad om dingen heen moet spelen die er misschien niet zijn. Of misschien juist wel zijn. Het is super, super lastig om tegen te spelen. Vaak zijn de decks misschien wel wat inconsistenter. Maar inderdaad, omdat je die edge krijgt op je tegenstander dat hij niet weet wat je speelt. Heft dat misschien elkaar weer een beetje op. Ja, als bijvoorbeeld de tegenstander weet niet hoe de matchup gaat. En ja, Sushi heeft natuurlijk heel veel dat deck geoefend. En dan weet hij het gewoon. Ja, je kan het. Sushi is een grote voorbeeld. Is natuurlijk Jackie Chan. Die speelt natuurlijk ook altijd zijn eigen decks. En die haalt ook altijd gewoon hoge legend ranks. Zelfs rank 1. Legend gefinished de keer. Ook met een. Toen was het met de Camel Hunter. Was hij de eerste. Ik weet nog wel. Toen had hij echt zo gehuimeld. Ging hij ook zo ineens van 10 of zo naar 1. Want toen was het in de tijden van dat je echt hele grote jumps had. Echt in een paar wins ging hij gewoon naar 1. Ja. Maar ja, alsnog heel, heel sterk gespeeld. Maar ja, laten we kijken naar deze match. Bubblebox heeft gewoon wat ramp. Heeft natuurlijk J-Blossom, Meyer, Keeper, Wildgrove al in zijn hand.
ziet er best wel goed uit voor Bubblebox. Ja, en Warlock tegen Jadroot is best wel een lastige matchup. Maar ja, als hij cooldown kan vinden. En we zien die Geist ook natuurlijk, wat ook wel heel belangrijk is om gewoon te weten dat je infantie kan winnen. Absoluut. Ja, we zullen zien. Over twee beurten kan hij het coinen. Maar ja, dus we zien al één Jade Idol, dus dan zal er één Jade Idol waarschijnlijk al gespeeld zijn. Ja. Dus hij krijgt iets minder value, maar ja, het gaat natuurlijk om dat er geen infinite jades komen. Precies. En dat is natuurlijk waarvoor je het speelt, zodat je gewoon alles kan removen en dan wint. In plaats van dat je hebt cooldown, dan remove je wat en komt er een 12-12 jade en 13-13 en ja, dan heb je niks meer. Ja, en ik denk dat Sushi zeker wel kan winnen als het op fatigue gaat uitdraaien. Warlocks heeft natuurlijk de meeste board clears een beetje in de game. Dubbel Abyssal Enforcer, dubbel Hellfire, misschien zelfs een Twisting Nether. Kan eventueel nog een cooldown spelen om een heel bord vol minions te krijgen. En om de daar file. Eventueel mee uit, ja, de file met de spell damage die heel veel helemaal tegen Jadroot, waar elke een health meer wordt natuurlijk. Meestal hebben ze natuurlijk veel health, dus je hebt niet echt een activator van bijvoorbeeld een 2 health minion dat doodgaat. Dat is een beetje het probleem, maar ja, het kan natuurlijk wel heel mooi zijn om gewoon een beetje een zwak bord, bijvoorbeeld Hellfire to the file, zoiets kan clearen. Ja, precies, absoluut. Bobox is even aan het nadenken. Toch wel iets wat Bubblebox vaker doet. Hij neemt altijd rustig de tijd voor zijn beurt. Komt misschien ook omdat hij misschien schaak speelt op best wel hoog niveau. Inderdaad, waar het toch belangrijk is dat je goed nadenkt, goed vooruit denkt. Ja. En dat hij dat nu meeneemt in Hearthstone. Inderdaad, in schaak is toch is de tijd iets belangrijker. Want dan heb je gewoon de totale tijd. En dan moet je dat helemaal gebruiken. Mm-hmm. Terwijl bijvoorbeeld in Hearthstone heb je natuurlijk maar beperkte tijd per beurt. Precies. En dan krijg je niet extra tijd een andere beurt als je een beurt sneller speelt. Ja. Dus hier kun je gewoon in Hearthstone gewoon de tijd elke beurt gebruiken. Ja. Terwijl je in schaken, want als je dan één turn heel lang nadenkt, ja, dan moet je daarna iets sneller gaan spelen. Ja, precies. Ah, het ziet er wel zo goed uit voor Sushi. Ik ben benieuwd of hij de coin gaat bewaren om Gul'dan één beurt eerder te spelen. Hij heeft al een paar demons. Natuurlijk de Abyssal Enforcer. En de Voidwalker die hij gespeeld heeft natuurlijk de 4-5 ook nog in zijn hand. Nou, we zitten hier die Jade Idol top. Hij gaat hier spelen om de Coin Geist heen te spelen. Maar ik denk dat Sushi denk toch volgende beurt zeker die Coin Geist wil spelen. Gewoon. Hij heeft 2 draws gehad. Er zitten 4 Jade Idols in de deck. Je wilt niet dat hij zijn Jade zo groot maakt, want ook al clear je ze allemaal, ze worden toch nog echt iets van 10-10 of zo door die Jade Idols die de anderen buffen. Precies, en ik denk niet dat Bubblebox hier voor de Jade Idol gaat, omdat natuurlijk die Doomsayer er ligt. Ik denk dat Bubblebox hier gewoon voor Wildgrove Hero Power gaat. Vroeger wilde hij vaak de Wildgrove misschien nog wel bewaren voor Gadgetzen of inderdaad voor Cardraw. Maar ja, nu heb je dubbel Ultimate Invocation en dubbel Norris, dus de Cardraw is wat minder belangrijk geworden. Dus ik denk dat Bobox hier gewoon zijn beurt gaat passen. Inderdaad, gewoon helemaal losgaan met ramp en dan krijg je wel die Invocation. Oeh, gaat hij voor de dubbel ramp? Dubbel ramp? Oh. Wat? Nee, hij gaat er toch een Jade Idol spelen? Ah, hij wil dus rampen in die Wildgrove en die cycler. Ja, kijk, hij speelt toch wel die... Wow. Jade Idol toch om die Geist heen te spelen. Dan zie je toch wel dat hij zijn tijd nuttig heeft gebruikt. Want hij weet natuurlijk van als Sushi Druid openlaat, kun je die Geist verwachten. Ja, dan misschien is dat ook wel de reden geweest dat hij dat zo gedaan heeft. Ja, Bubblebox is wel aardig laag op kaarten. Sushi gaat hier toch wel voor de Geist. Ja. Maar ja, toch iets minder effect dan het gat zou kunnen hebben. Ja. Absoluut. En leek toch die Bubblebox van yes, goed gedaan. Goeie draw hier bij Bubblebox. Ja, gaat hij voor de Jade Wildgrove. Gaat naar de 10 mana toe. Terwijl Sushi nog maar op 6 zit. En de Ultimate Infestation gaat natuurlijk een hele hoop impact hebben hier. Ja, Sushi heeft natuurlijk geen idee wat de volgende beurt komt. Dus hij gaat natuurlijk om de Ultimate Infestation heen spelen nu. Van ja, er komt een 5 damage spel aan de volgende beurt. Hoe kun je daar het beste omheen spelen? Dat is denk ik wat hij denkt. Ja, dat wordt wel heel lastig om omheen te spelen natuurlijk. Voor zover dat kan natuurlijk. Ja, precies. En als je hier nog steeds gewoon je 4-5 speelt. Je wil gewoon je... Met misschien ook wel gewoon de mistress. Gewoon je hand dumpen. En dan hopen dat je Gul'dan sterk genoeg is. Klopt. Om de game te winnen. Ja, ik denk dat die volgende met altijd voor de Abyssal Enforcer gaat. Dus ik denk dat Sushi nu aan het nadenken is over hoe zet je de Abyssal Enforcer het sterkst op. Oh, wow. Gaat hij toch voor de Shadow Bolt mistress. En gaat hij trade of niet? Het maakt niet zo heel veel uit, denk ik. Maar ik denk dat die Ultimate Infestation toch op de minion gaat. Ja, zou toch wel moeten. Bobox kan misschien nog iets anders doen. Ja, het moet toch wel Ultimate Infestation zijn. Cleart een minion, summont een natuurlijke minion. En vult zijn hand weer aan.
Ja, maar ik denk nog steeds dat het best wel close kan zijn. Natuurlijk Bubblebox die niet in fatigue nog kan winnen. De Jades zijn al wel aardig sterk. Jade Blossom al een 5-5 Jade. Ik denk op het moment dat Bubblebox de Aya gaat pakken, dat het toch wel heel erg lastig voor Sushi gaat worden om deze game te winnen. Ja, Ultimate Infestation, ja, toch wel echt een hele sterke kaart op het moment. Klopt. En wat eigenlijk wat we het probleem hier zien in deze game, en ook het probleem met Skulking Geist als stackkaart was ook bijvoorbeeld tegen Druid, is dat ja, je speelt het nu op turn 5. Ik bedoel, je kan het niet sneller spelen. Maar nog steeds, ja, het wint niet de game. Zoals bijvoorbeeld een Gorlaka crawler een dikke swing kan zijn. Ja, precies. Terwijl je bijvoorbeeld wel ja, echt een hele slechte kaart in deck stopt tegen alle andere decks bijna. Dus ja, je krijgt een klein beetje reward. Maar ja, het maakt natuurlijk wel dat je kan winnen tegen Jade Root als een deck als, als Control Warlock. Oh wow, Bobox gaat face hier. Waarschijnlijk omdat hij de swipe in hand heeft. Denkt hij van, ja, als ze mocht, mocht Sushi hier van, hebben. Ja, die Warlock moet dood. Want ja, een beetje late game. Hij heeft niet die Infinite Jades in of niet meer. Dus ja, dan moet hij ze natuurlijk doodmaken. Ja, hij verwacht toch dat die twee getrade worden. Dus ja, waarom zou je dan niet face gaan? Want dan mis je gewoon 3 damage. En ja, Warlock heeft niet al te veel health om mee te spelen. Dus dat is wel belangrijk. En Bulbox heeft ook al best wel een goed antwoord voor de Gul'dan met de Spreading Plague Mind Control tag. Dus eventueel als Sushi de Gul'dan gaat spelen op beurt 10, kan hij absoluut een tempo swing maken met die combinatie. Ja, misschien zelfs dubbel swipe. Ja, Sushi zit wel in een beetje een positie waar hij niet graag in wil zitten. Ja, dat is toch wel lastig. Van, ja, hij heeft zoveel kaarten nu. Van waar ga je omheen spelen? Je vacht natuurlijk een paar Jades volgende beurt. Wij kunnen zien dat het niet in de hand is. En ja, daar zal de Sushi niet blij mee zijn. Je wil toch een Jade card vaak uit de hand halen. Want dat is toch weer een uiteindelijk een 12-12 of een 10-10 winner hier. De Mind Control tech was natuurlijk ook een goede geweest. Ja. Maar ik denk nog steeds dat Sushi deze absoluut kan winnen als de Gul'dan uitkomt. En het gewoon op fatigue gaat winnen. Maar op dit moment zien we niet heel veel clear in zijn hand. Nee, zo'n Abyssal Force, maar ja, dat clear niet de Jades nu. Right. Maar we zien ook niet veel Jades in de hand. Hij toptekt wel die Jade Spirit, dus dat gaat behoorlijk wat helpen. Ja, Jade Spirit, Jade Blossom. Een 5-5 en een 6-6. Ja, maar en dan heeft hij nog Aya. Hij heeft nog een Behemoth. Jade Blossom, Behemoth en Spirit volgens mij. Heeft er allemaal nog eentje van, volgens mij. Ja, dus de Jades gaat tot 10-10 ongeveer. Ja. En dan is het afgelopen. Ik ben benieuwd of Sushi ook Twisting Nether speelt. Jij kent misschien de decklist. Je hebt het misschien gezien op Hardpone of iets dergelijks. Inderdaad. Sushi heeft een guide geschreven voor dit Warlock deck. Ja. Dat je op Hearthstone kan vinden. En hij speelde... kijk, wat speelde je ook weer? Ja, 2 Twisting Nether volgens mij. Want dat is gewoon extra clear. En hij gaat gewoon een beetje voor de fatigue plan. Ja, dus ik denk oprecht dat als Sushi gewoon de Twisting Nether gaat vinden op korte termijn, dat hij absoluut deze game nog kan winnen. Ja. Want Bubblebox heeft maar een limited amount van damage en minions. Oeh, de file. Heeft hij ook speldamage? Heeft nog geen speldamage? De file doet nog niet zoveel. Oeh, hij kan volgens mij het board hier clear, want hij kan 1... Hij miste 3 damage helaas. Hij kan de Jade Spirit op 1 AP zetten en dan doet hij 3 AOE. Ja. Ik denk dat hij gewoon naar Abyssal Enforcer gaat. Minion speelt, dan kan hij gewoon rustig. De file doet niet veel hier. Nee. Ja, je wilt natuurlijk hier bijvoorbeeld die spelpower hebben. Ik weet niet of hij dat in zijn deck speelt, maar dat is juist de situatie waar je het wil hebben van dus gewoon... Ja, 5 AOE eigenlijk, want voor 2 mana kaart, dat is heel erg sterk. En nog 2 beurten voordat de Gul'dan komt. Niet een hele goede topdeck hier bij Bulbox. Ja, en dat is toch wel een klein beetje het probleem van Druid. Is een hele hoop kaarten. Zijn Draw, Spreading Plague, zijn hele hoop situational cards waar je niet zo heel veel aan hebt. Ja, en dan pakt hij nu de Aya, waar je op dit moment dus niet zo heel veel aan hebt. Volgende beurt natuurlijk wel. En dan ben ik heel benieuwd hoe Sushi daarmee gaat dealen. Ja, Sushi heeft... Wel op die turn dat Aya gespeeld wordt, komt de Gul'dan. Zo, ik denk toch wel dat het nog steeds wel heel goed uitziet. De file doet niet zo heel veel hier. Misschien wordt hij wel gewoon gespeeld hier om de 3-1 te killen. Want je hebt natuurlijk de tweede file. De file doet ook niet zo heel erg veel later in het spel. Misschien wil hij bijvoorbeeld een combinatie van 2 gebruiken. Dat kan natuurlijk ook van dat hij de files wil gebruiken. Zodat hij de 2 achter elkaar kan spelen. Oeh, Lich King. Ja. Lich King of Mastodon. Je kan ook voor Shambler gaan, dat is natuurlijk heel goedkoop. En volgende beurt krijg je een Abyssal Enforcer terug. Ja. Of de beurt erna, dan die gaat waarschijnlijk niet gedood worden door de Druid. Want die gaat gewoon face. En dan kun je nog een 6-6 taunt spelen. Maar ik denk niet dat je de tijd hebt voor Lich King. Want de Jade zo groot zijn, dat
En bijvoorbeeld als hij een silence heeft, dan heb je er heel weinig aan. Toch wel een hele belangrijke draw hier bij Sushi met de Twisting Nether. Hij had natuurlijk nog geen antwoord voor de Aya. Ja, maar ja, goed. Hij heeft natuurlijk 2 Siphon Souls, denk ik. 2 Twisting Nether, dus dat mag wel eens iets komen. Zeker, zeker. Ik ben benieuwd of de Vial ook gespeeld gaat worden. Ik had verwacht dat dat ging gebeuren. Gaat hij voor Gnome van Naad? Gaat hij discarden? Ultimate Infestation. Ja. Het was niet heel goed nog, maar, nee, maar het is toch 5 damage. Ja, het is ook wel... Lastig. Oeh, ja, liever dat is toch wel. Maar Twisting Nether in de hand voor Sushi. Ja, ik denk dat hij er wel omheen gaat spelen hier. Zijn vraag is, ja, ik denk dat hij Aya gaat spelen. En dan nog iets erbij. De vraag is, gaat hij iets als Swipe doen? Of nog een andere minion? Ik denk niet dat hij voor de Jade Spirit gaat. Want dan ben je gewoon te zwak tegen zo'n Twisting Nether. Ja, je kan natuurlijk ook denken dat hij geen Twisting Nether speelt. Bubblebox is natuurlijk wel een speler die wat minder speelt. Of is hij gewoon Legend nu? Ik weet het niet. Hij is... gewoon rang 307 Legend. Ja. Dus dat betekent dat hij redelijk wat speelt. Ja, zeker. Okay. Ja, dan is hij niet helemaal onbekend. Het is geen rang 13 zoals bepaalde andere mensen. Ik noem geen namen. Ja, ik ben heel benieuwd wat Bubblebox hier gaat doen. Ja, hij zit toch wel heel erg te twijfelen hier over die Jade Spirit. Nou, ik denk niet over de Jade Spirit per se, maar een beetje over de andere. Of hij bijvoorbeeld hier wat swipe en dan gewoon face wil gaan met de minions. Ja. Want ja, als je swipe, dan zet je hem gewoon op 10 HP. En ja, weet je, dan zo'n Twisting Nether, dan heb je een 8-8. Ja, inderdaad, dat is inderdaad wel een sterke play geweest. Ik ben benieuwd of de Twisting Nether gaat komen hier. Ik ben eigenlijk wel verbaasd dat hij toch niet voor die swipe gaat, want ja... Wat is dan de play als je dan dat niet hebt? Als je dan Twisting Nether, dan heb je een 8-8 en is hij op 10 HP. Ja. Dus het is heel lastig om terug te komen. Maar misschien is hij ook bang voor de Gul'dan. Je kan hier misschien... play maken dat je ook de Aya kan killen. Nee, je hebt net niet genoeg. Ja, kan misschien de file. Nee, net niet. Net niet genoeg health. Nee, is er een play dat hij alles kan clearen? Als hij bijvoorbeeld de file en dan nog een keer de file doet. Dan gaat 2, 3. Net niet lastig, volgens mij. Lastig, ja, ook niet hè. Het zijn wel lastige beurten altijd met de file. Want je hebt natuurlijk, je moet een beetje gaan tellen van 1, 2, 3, 4. Ja. En ook nog met zoiets als Twisting Net of als Drain Soul, een tweede de file. Ja, misschien valt het wel te clear met Drain Soul, tweede files. Oh, je kan defile en dan trade en dan Twisting Nether. Ja. Dus ik heb wel absoluut full board clear hier. Nou, dan heb je je Twisting Nether niet meer. Dus hij zit denk ik te kijken om een play te hebben waar hij zijn Twisting Nether niet gebruikt. Want dat is toch wel één van de kaarten die je nodig hebt. Maar ik denk niet dat die play er helaas is voor... het is best wel lastig natuurlijk. En maar ja, het is een goed board en zoals we zeiden, er zijn niet heel veel Jade kaarten meer over. Er is er nog dat was een 8-8 volgens mij die dood ging. Ja. Dus dat betekent volgens mij dat er nog 2 over zijn. Dus Jade die Behemoth en Jade Spirit. Ja. Ik denk dat nu Kun met Jade Spirit gaat komen. Ja, ik denk dat je niet meer om die tweede defile heen gaat, of tweede Twisting Nether. Nee, zeker niet. En ja, als je te langzaam speelt, bijvoorbeeld alleen Kun speelt, ja, dan komt natuurlijk die Siphon Soul is dan ineens heel goed. Ja. Dus ja, ik denk dat je dan hier... Ja, misschien hoop dat hij geen Twisting Nether meer heeft. Ik bedoel, je hand verder is heel zwak natuurlijk. Ik bedoel, een 3-3, een 2-2. Het gaat niet heel erg veel helpen. Nee, absoluut niet. Ja, het ziet er niet zo heel erg goed uit voor Sushi. Ik denk inderdaad de enige out die... Als hij Twisting Nether pakt, wint hij los de game. Ja, denk het wel. Maar dat is wel inderdaad een beetje het punt. Dan moet hij hem wel eerst pakken. Nou ja, 2 kaarten, heeft nog 12 kaarten over. Ja, dus, Siphon Soul is natuurlijk ook wel een kaart die hem nog wel even kan redden. Zeker, kan tap, hij kan Siphon Soul pakken, dan overleeft hij denk ik. Want dan gaat hij naar 17 en dan is er 9 op bord, plus natuurlijk Swipe. Ja, is niet genoeg. Niet genoeg, nee. Wat ook een beetje... hij gaat ook van Minekeeper. Ja, ik snap wel waarom. Hij wil natuurlijk wel een Lethal Setup hebben, ook als er Siphon Soul is. Maar goed gezien van Bubblebox dat hij dat toch nog even rekening mee hield. Maar zo'n Defile bijvoorbeeld, zo'n Drain Soul Defile, doet toch 4 damage. En misschien heeft hij er nog iets anders om mee te doen. Prince Valor, dat betekent dat hij geen Hellfire speelt. En ook geen andere 4 drops. Ah ja. Interessant. De vraag is, ga je tappen hier? Ja, want hij zit te kijken natuurlijk naar Drain Soul, denk ik, de Valve, bijvoorbeeld Gul'dan, wat geeft dat? Maar ja, er zijn te veel kaarten in de Druid nog, bijvoorbeeld zo'n Wrath, zo'n Swipe. Ja, als hij nu tap Siphon Soul, dan kan hij natuurlijk, kan hij ook niet, ziet er niet heel erg goed uit. Nu voor Sushi, ja, tap Twisting Nether zou toch wel de play zijn natuurlijk. Maar ja, dan moet hij 1 op 11,
Dat is niet een hele hoge kans natuurlijk. Maar is dat de beste kans om te hebben hier? Ja, dat is de vraag. Ja, of je kan voor Syphonstone gaan, dan ga je dus naar 16. En dan is er dus 2, 4, ja, dat is ook 14 niet op bord. En dan heb je 1 damage of lethal. Ja, nou, Sushi moet hier toch sowieso gaan tappen, anders gaat het sowieso niet gebeuren. Nou, gaat toch voor de fire hier. Ja, dat creëert een paar minions. En dan heeft hij dus 2 minions nog over. Maar ja, de swipe in hand. De swipe in hand. En dat betekent volgens mij dat het lethal is voor Bubble Box. Ja, absoluut. En ja, die discards die waren niet heel goed deze game. Nee, zeker niet. Dat is toch lifesteal minion ook. Maar doet niet zoveel. Nou, helaas. Bubblebox pakt de game natuurlijk wel een matchup die favored is. Ondanks dat Sushi de guy speelt. Ja, Sushi had de tweede Twisting Nether gewoon nodig hier. Of eventueel een Siphon Soul. Ja. Had het allebei niet. Ja, het was best wel close. Maar ja, Sushi kon geen turn vinden waar hij de Gul'dan kon spelen. Dat was toch wel een beetje de reden waarom we dit... Ja. En ik denk ook gewoon het probleem met Droll was gewoon... Ja, hij heeft dus geen Siphon Souls gezien. Maar 1 Twisting Nether. Ja. Dan heb je niet veel anders dat een antwoord is op die grote Jades. Nee, precies, ja. Want inderdaad, als Sushi deze Jades kon killen, dan was het gewoon over. Dan had Bubblebox geen minions meer over in zijn deck. En ja, Sushi was zo dichtbij. Maar helaas, Bubblebox 1-0. Maar ja, we zijn er nog lang niet. We hebben nog een paar games. We moeten de 3 winnen. Ze moeten met ieder deck 1 keer winnen. We spelen Best of 5 Conquest. En Bubblebox gaat voor Mage. En Sushi besluit om niet zijn Warlock te queuen, maar gewoon de Mage. We zien Antonidas, dus ik denk dat dit een control mage is. Of freeze mage misschien. Ja, freeze mage met Jaina. Jaina is toch ook wel een kaart. Dat past niet echt in freeze mage. Met Antonidas wil je toch meer de tegenstander doden. Terwijl Jaina is meer van, je wilt het overleven. Precies, ja. En ja, we zien dus Bubblebox, die speelt ook mage. Dus ik zie Flamestrike, Blizzard, dus die kan misschien wel hetzelfde spelen. Ja, ik denk dat het aardig hetzelfde is. Ja, zoals wel, lijkt wel dezelfde kaart, zo'n beetje. Ja. Precies. Ja, we hadden ook al een beetje van tevoren... gezegd dat deze match wel eens heel lang kon gaan duren. Ja. De laatste die het langst gaat duren. Ja, Bubblebox en Sushi staan bekend bij dat ze er wel van houden om een control deck te spelen wat lekker lang duurt. Veel opties iedere beurt. In plaats van de agressieve decks die we eerder deze avond zagen met Hunter, Paladin. Ja, ga je die Frostbolten? Of ga je voor de Glyph hier. Je kan ook nog pingen. Je hebt er genoeg opties altijd, turn 2. Ja, ik denk dat Frostbolt hier wel prima is. Je kan ook besluiten om hem te bewaren. Maar ja, weet je wat het is? Als je Frostbolt, dan kan je Arcanologist natuurlijk een partij damage pushen. Mm-hmm. En het is vaak toch wel in zo'n freeze mage meer. Als jij je tegenstander naar 20 kan pushen zonder je Alexstrasza te gebruiken, ben je toch wel in een groot voordeel. Want je dan, als jij geprokt wordt, dan kan je de Alexstrasza defensive gebruiken. Waardoor je dus inderdaad... wat extra health heb en misschien de tegenstander in die positie dringt dat hij niet genoeg damage heeft om je uiteindelijk te killen. Dus absoluut waardevol om wat early aggression te hebben. Ja, ze pakken inderdaad vrijwel dezelfde handen. Allebei Arcanologist, allebei Antonidas, allebei met Thief. Dus lijkt wel een beetje op elkaar. En hij viel aan met Arcanologist. Dat was soms iets is van, je wilt die Icebear eigenlijk niet prokken. Nee, absoluut niet. Je kunt wel maar ja, hij denkt misschien is het wel Secret Mage. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, van hij heeft natuurlijk nog niet veel gezien. En ja, nu zit hij waarschijnlijk te denken over die Iceblock. Van ja, als het counter spel is. Ja, ja, dan is het wel Link. Ja, nou, het is in ieder geval geen counter. Maar het is ook wel zo tegen Secret Mage. Is natuurlijk de Iceblock wel wat minder relevant. Hij overleeft toch wel extra beurten door. En ja, je wilt het liever niet zien. Maar nu denkt hij toch van ja, dit is toch waarschijnlijk een langzamere Mage. Van, hij dacht van misschien is het zo, maar. Toch waarschijnlijk, als die Bubblebox natuurlijk een beetje kent, die in een team zit, dan denkt hij toch van ja, die speelt toch liever dit soort langzame mages. Ja, Bubblebox is toch wel in een goede positie hier. Hij heeft natuurlijk de Alexstrasza als eerste. Dat zie je toch vaak wel in deze matchup van wie kan die Alexstrasza als eerst offensive spelen, waardoor je dus inderdaad je tegenstander als eerst kan prokken en daarmee de game kan winnen. Want het is heel moeilijk om als je geprokt bent, om dan nog terug te komen. Want ja, klopt. Je wordt vaak geprokt op 1 HP en dan de ping. Kan elke keer Iceblock pokken, ondanks dat je het board removed of de face freeze. Het is heel erg moeilijk om daarvan terug te komen. Je kan natuurlijk Alexstrasza defensive spelen, maar dan verlies je ook weer je eigen winning condition. Dit is een hele, hele lastige matchup. Ze zeggen ook wel dat het een van de meest skill-intensive mirror matches is in de game. Ja, inderdaad. En het is nu minder deze meta. Met de vorige meta was natuurlijk in de Ogoro, waren er heel veel mages. Dus elke burn mage was het toen dat vooral gespeeld werd, speelde ieder secrets, ook freeze mages.
En dus dat was een beetje, ja, van wie drawt Either Secrets en Alexstrasza, die wint bijna altijd. Want dan kun je bijvoorbeeld Alexstrasza gaan. Ja. En ja, dan doe je Fireball en dan Fireball, Frostbolt, Either Secrets, dan win je gewoon. En er valt eigenlijk niks tegen te doen. Nee, klopt. Want op 9 helft kan je niet echt de defensive Alex doen, want ja, dan ga je gewoon dood. Ja. En ja, nu is het niet meer zo. Nu is de mage niet echt meer meta. Ja. Komt een beetje terug weer, maar het is niet een van de meest gespeelde decks. En dan ja, zie je geen Either Secrets bijna. En dan is het gewoon toch iets meer skill dependent. Ja, en ook natuurlijk niet alleen tegen de Secrets van Mage was Either Secrets heel goed. We zagen natuurlijk ook Paladin Eye for an Eye heel vaak pakken. Om Iceblock heen te spelen en dergelijke. We zeggen best wel vaak nog een gelijk spel daaruit voortkomen. Dus Either Secrets was zeker in de vorige meta ontzettend sterk. We zagen natuurlijk wel Either Secrets eerder deze avond bij Mate in zijn Druid deck. Maar ja, die targeted dan weer meer die control decks. Dus dat maakt dan ook wel meer sens. Ja, ik denk dat hij meer bang was dat zijn Druid werd getarget. Ja. En dat hij dan die speelde. Want dan speel je vaak Mage om Druid te targeten. En dan heb je die counter ervoor. Ja. Maar ja, nu heeft dus, ja, het is best wel een... Ja, een match die nog helemaal niet beslist is. Je ziet natuurlijk wel, Bubblebox heeft natuurlijk wel de twee legendaries in zijn hand die nodig zijn om te winnen. Ja, absoluut. Antonidas en Alexstrasza. Sushi heeft alleen de Antonidas. Zoekt nog steeds de Alexstrasza. Heeft wel al wat damage gedaan, maar is niet genoeg, denk ik, om meteen pressure te hebben met wat burn damage. Heeft natuurlijk wel Pyroblast, wat een beetje hetzelfde effect heeft als de Alexstrasza. Dus ze zou ook nog voor turn 10 Pyroblast en dan voor een Lethal Play kunnen gaan. Ja. Maar ja, dat zullen we wel later zien. Bulbox heeft natuurlijk ook wel wat meer card draw al. Sushi zit op 7 kaarten. Bulbox zit op 8. En hij heeft nog steeds een Acolyte en een Bloodmage Telnos in zijn hand. Telnos die hem vaak wel wat wil bewaren om eventueel wat meer damage te pushen. Ja, of je wilt gewoon cyclen als je denkt van ja... Een beetje bang. Maar misschien is Bubblebox nu bang dat zijn Acolyte gaat overdrawen en dat hij bijvoorbeeld daarom niet wilt spelen. Ja, hij zou voor Acolyte Iceberry kunnen gaan. Ja, maar hij wil denk ik meer draws hebben van de Acolyte dan 1. Ja, dus ja, dan wil hij het zelf pingen. Maar ja, als hij pinkt, dan kan die bijvoorbeeld Pink Frostbolt geoverdrawd worden. En ja, dat wil je niet hebben. Hmm. Ja. Frozen Clone kan wel sterk zijn in deze situatie. Of zo'n Molten Reflection met Antonidas. Zeker, ja, absoluut. Gaat toch voor de Frozen Clone. Ja, je kan natuurlijk een secret bluff op het eind. Van je speelt Alexstrasza plus secret. Of Antonidas plus secret. Ja. Wat voor secret is het dan? Het kan een spellbender zijn. En het kan ook je wat extra damage geven. Je kan hem krijgen op bijvoorbeeld een Medivale. Je kan hem misschien op een Alexstrasza krijgen. Om dubbel jezelf terug te kunnen healen. Misschien krijg je wel eens een Antonidas. Ja. Het is wel weer wat gevaarlijk. Omdat je vaak een hele volle hand hebt. Maar daar kun je omheen spelen natuurlijk. Hoort niet te spelen. Maar ja, het zijn toch vaak minions die je krijgt. Die je dan weer niet uit je hand kan dumpen. Dus het heeft... Voor- en nadelen. Ja. Ja, ik denk dat hij het vooral wil doen om die Alexstrasza te pakken. Want als je 3 Alexstrasza's hebt, dan is het heel lastig om te winnen. Ja, zeker, moet je zeker de damage vinden. Want je kan zichzelf 3 keer healen. Ja. En ja, dan heb je ook weer niet genoeg damage ervoor. Nee, precies. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd hoe Sushi deze game gaat winnen. Ja, op dit moment Sushi's hand is een beetje... Ja, je kan er niks mee. Dus waarschijnlijk gaat hij gewoon ping. Misschien nog een Valet spelen. Maar ja, dat zal het niet worden. Het Valet doet ook natuurlijk niet zo heel erg veel op dit moment. Je kan met de Valet ook niet aanvallen. Want nee. Ja, dan prok je de Ice Barrier. Het gaat gewoon voor Blizzard. Ja, je wil gewoon de kaart uit zijn hand hebben. Ja. Zodat je later kan drawen. Bijvoorbeeld als je Acolyte krijgt. Precies. En ja, Valet. Maar ja, wat gaat Valet nog meer doen? Wat gaat het doden? Het gaat niet veel meer doen dan alleen face gaan. Maar met deze play maakt het natuurlijk beter dat als hij Alexstrasza krijgt, heeft hij niet al wat damage weggegooid. Precies. En Bubblebox gaat ervoor om Frozen. Zit over Frozen Clone heen te hoveren. Ja, ik denk dat hij toch wel wat wil gaan drawen deze beurt. Zou eventueel voor... Acolyte is niet helemaal de player. Ja, gaat dan overdraw. Maar ja, weet je, overdraw is ook weer niet zo erg. Je hebt natuurlijk al wel je combo pieces in je hand. Je hebt de Alexstrasza, je hebt Antonidas. Waarmee je in ieder geval 2 fireballs gaat krijgen met Frostbolt en Frozen Clone in je hand. Dus is het zo erg? Als je tegenstander je laat overdrawen op niet dit heel moment. Erg. Ik denk dat hij vooral bang is om die iceblock te overdrawen. Want dat is natuurlijk iets van... Ja, degene met de meeste iceblocks wint vaak. En dan dus degene die eerst blokt, die heeft wat meer iceblocks overall. Dus ja, dan wil je niet die overdrawen. Want dat kan gewoon zijn van... Dan weet Sushi van... Oh, hij heeft nog maar 1 iceblock. Ik kan gewoon full face gaan. En dan heeft alleen Alexstrasza nog als defensive. Precies. Nou, hij gaat hier toch voor de Thanos. En hier kan hij volgens mij geoverdrawd worden. Als hij is alle 2... Hij kan damage kan dealen, maar ja, dat kan niet, want hij is op 7 mana. Precies. Hij kan niet ping Blizzard. Dat is inderdaad goed bedacht van Bubblebox. Daarom ging hij ook voor deze play. Dat als er een AOE gespeeld wordt, overdraft hij niet. Ja, en ik denk ook dat hij dacht van...
Ja, of hij moet iets als Ping, Frostbolt, Valet hebben. Dan ja, overdraft hij één kaart. Dat is echt zo heel onwaarschijnlijk dat hij net precies dat doet. Precies. Dan verliest hij ook nog damage. En dan kan het ook nog zijn dat hij een waardeloze kaart overdraft. Ja, die kans is best wel groot. Inderdaad, Icebox is echt de enige die op dit moment niet wil overdrawen. Dat is een 1 op 15 kans. Dus ja, goed over nagedacht bij Bubblebox hier. En nu zie je toch ook wel dat deze spelers gewoon echt van hoog niveau zijn. Denken een paar beurten vooruit. Dat je risico's afweegt van ja, het kan gebeuren. Maar ja, het is het niet waard om eromheen precies te spelen. En dus ja, dan gaan ze er gewoon voor. Precies. Het is gewoon super slim over nagedacht. Hij heeft gewoon die twee kaarten neergelegd. En heeft gewoon bedacht, oké, wat kan de tegenstander doen? Oké, er is niet een mogelijkheid dat ik hier ga overdraaien. Wat hij ook heeft. We zien hier een Mana Worm. Ja, dat betekent apart dat hij een toch iets agressiever, iets meer Burnmage-achtig speelt van de vorige beta. Ja. Dus misschien heeft hij bijvoorbeeld één Mana Worm erin. Gewoon wat extra damage doen, zodat je niet Alexstrasza nodig hebt. Precies. Maar in deze matchup, ja, als je niet turn 1 krijgt of zo, doet het niet heel veel. Want ja, er is zoveel clear in een Freeze Mage. Van ja, weet je, ze hebben het toch niet. Ze kunnen het nergens voor gebruiken. Maar ja, als je dan zo'n Mana Worm neerlegt. Hoi. Ik heb het om te clearen. Ja, het zou ook nog zo kunnen zijn dat hij nog alsnog met Thief speelt. Dat we die later in de deck ja, nog gaan tegenkomen. Die kans is zeker aanwezig als je Mana Worm speelt. Maar ja. Nou ja, wil je dan en met Thief en Alexstrasza en Antonite spelen? Ja, het is wel een beetje greedy inderdaad. Maar ja, je weet het zou kunnen. Het zijn deze spelers, hè, dus het kan. Ja. Ik zou het eerder bij Sushi verwachten, maar denk van, weet je, Bubblebox zegt natuurlijk ook. Hij speelt tegen Sushi, nou, dan weet je wat je kan verwachten. Ja. En dit is ook wel heel erg sterk hoor, van Boy. Hij heeft natuurlijk de Frozen Clone, krijgt nu dubbel met Thief Valet in zijn hand. En hij gaat niet overdrollen. Nee. En hij heeft Alexstrasza volgende beurt. En dan kan hij die beurt daarna, kan hij hem al prokken met dubbel Valet, Frostbolt en Fireball. Dus dat ziet er heel goed uit voor Bubblebox. Gaat voor Doomsayer, is heel slim op beurt ja, 9. Je weet natuurlijk wat eraan komt, die ja, Alexstrasza en dan heel sterk. Ja, anders is het best wel irritant, want je moet natuurlijk met die Alexstrasza die heeft al die freezes, maar ja, er moet nog wel vanaf komen. Precies, ja. En gewoon zo'n Doomsayer gaat hij waarschijnlijk nog steeds voor Alexstrasza en dan heb je gewoon gelijk gecleared. Ja, dat is vaak ook zo, hè. Je kan wel blijven freezen elke beurt, maar als jij freeze kan je zelf ook vaak niks developen. Ja. Je kan niet zelf je Alexstrasza spelen op die beurt en dergelijke. Je hebt geen Ice Barrier op, dus je gaat dan ook nog eens 8 face damage krijgen. Dat is echt En Bubblebox denkt natuurlijk ook van ja, ik moet natuurlijk wel voor Alexstrasza nu gaan, want anders gaat Sushi misschien voor Alexstrasza en dan kan ik die Alexstrasza niet meer gebruiken. Precies, ja. Het kan zijn dat Sushi hier gewoon voor Antonitis gaat. Om gewoon een threat op de board te hebben, waardoor die niet geprokt gaat worden. En misschien heel veel ja, maar dan extra denkt hij damage krijgt. Ja, maar dan is hij niet geprokt. Maar ja, hoe gaat hij dan hem ooit doden? Van heeft hij misschien niet genoeg damage? Ja, het wordt inderdaad heel erg lastig. Ja, Sushi is natuurlijk gewoon in een spot waar die gewoon heel erg achter staat. En Bubblebox heeft natuurlijk de kaart in zijn hand om al meteen de ijsblok te prokken. Sushi vindt dan wel zijn tweede ijsblok, maar ja, het ziet er heel, 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 heel slecht uit voor Sushi op het moment. En de kans is vrij groot dat het 2-0 gaat worden voor Bubblebox. Maar ja, het is er niet voorbij. Misschien vindt Sushi nog wel. Speelt hij wel Jaina? Zou kunnen. Jaina zou hem kunnen redden. Ja, maar ik denk dat. Ja, het is de één kaart die heel goed is in de Mage Mirror. Maar ik denk dat het gewoon niet de Freeze Mage past. Want dat is gewoon zo'n deck van je wilt je tegenstander doden. En ja, het is niet echt gemaakt om dan nog verder te overleven. Omdat je niet echt veel meer andere manieren kan winnen. Zeker, zeker. Nou ja, ik ben heel benieuwd wat Bubblebox. Ja, gaat waarschijnlijk hier gewoon dubbel Valet. Zou ook ervoor kunnen kiezen om dubbel Frostbolt te gaan. Dus om eventuele Glyph counterspel heen te spelen. Ja, maar ik denk dat je liever voor Valet gaat, want nu heb je de Secrets. En je hebt natuurlijk ja, die minion extra board. Ja, je hebt natuurlijk ook nog Antonitis in handen. Dan kan je Antonitis weer met Frostbolt spelen. Ja, dat kan allebei. Maar ik denk ook, wat we zeggen, het zijn altijd van die kleine dingen die eigenlijk niks uitmaken. Omdat je al zo ver voor staat. Ja, dit is dan een van die games waar je vooral. Soms heb je deze games waar je allebei dezelfde kaarten hebt. Bijvoorbeeld. Ja, hij speelt het. Dat maakt een heel groot verschil. Als hij natuurlijk, ja, al niet geprokt was nu. Want als hij dat eerder had gespeeld, had hij de World Elementals al. Ja, hij kan nog steeds winnen. Want Bubblebox heeft natuurlijk niet de damage voor na Jaina. Hij kan nu niet Jaina spelen, want dan is hij waarschijnlijk dood. Dus hij gaat waarschijnlijk nu voor Ice Block. Maar als hij nu die Valet killt en daarna Jaina gaat. Yeah. Bubblebox heeft niet de damage. Hij heeft nog niet de damage om, om Sushi te killen. Bijvoorbeeld de Bubblebox gaat volgende met gewoon Antonitis gaan. En ja, dan wil je Jaina gaan en je moet Antonitis killen. En je wilt eigenlijk Alexstrasza gaan, want je hebt geen Ice Block. En ik denk dat, zoals Bubblebox dan bekend is, hem schaakmat kan zetten. Uh-huh. Wow. De punts.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, het wordt inderdaad wel krap. Ik denk wel dat als er een kans is dat Sushi deze nog gaat winnen, dat het dan wel Jaina moet zijn. Ja, met Alex Straze. Want ik denk dat zonder Alex Straze wel heel lastig wordt. Maar ja, misschien krijgt hij nog een random ice block. Maar het ziet er wel heel lastig uit. Want je kan niet en Alex Straze of Jaina spelen en dan nog die Antonidas gaan clearen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Ik denk dat Bulbasaur hier toch wel echt voor Antonidas, Manowar, Frostbolt gaat. Om gewoon een sterk bord te hebben. Maar ook die fireball te krijgen om genoeg damage te hebben. Om er een eind aan te maken. Bobox is gewoon heel even rustig aan het nadenken over wat hij gaat doen hier. Maar waarschijnlijk is het toch wel de Antonidas die op het bord gaat komen. Ja. Ja, dan is het, wordt het heel lastig. Want je moet Antonidas clearen. Of ja, zoveel fireballs, dan maakt die Jaina niet uit. Maar ja, als dit niet cleart, ja, hoe wint hij dan? Want hij heeft geen iceblocks meer en geen health om mee te spelen. Heel benieuwd. Dat is in ieder geval de Manowarm. Nou, in ieder geval in de juiste volgorde. Dat we niet de Manowarm op 1 HP, maar in ieder geval op 2. De Proc is hier weer daar. Ja, het wordt inderdaad heel erg lastig voor Sushi. Sushi heeft dan wel de Jaina, maar ja, omdat Bubblebox die Antonidas op bord heeft, kan die niet de Jaina spelen, omdat hij dan gewoon dood is. Oeh, Alex Straza. Ja, dat kan hij niet spelen, want die Antonidas is natuurlijk al 12 damage bij met de fireballs, 13 met ping en dan nog het bord. Ja, is heel sterk gespeeld hier van Bulbox inderdaad. Dat hij hem inderdaad in die positie drukt. Nee. Dat hij en moet clearen en een iceblock moet vellen. En ook nog eens zichzelf moet healen. Ja, en dat is gewoon voor 10 mana gewoon niet te doen. En ja, dat is in een beetje geen enkele andere klas. Dat is natuurlijk een beetje die mirrors die bepaald worden door enkele kaarten. Wat je ook ziet in de Priest Mirror. Bijvoorbeeld met Anduin en Raza zie je hier met Antonidas en Lextraza eigenlijk. Maar echt, als je ze allebei hebt en de tegenstander niet, dan win je meestal omdat ze gewoon zo sterk zijn en zo belangrijk. Ja, ja ik zou stelt, ja, inderdaad, Alex Straza als eerste. Sushi had hem natuurlijk wat later. Een beetje te laat eigenlijk. Had Jaina ook natuurlijk niet. Ook te laat. Ook te laat. En we zien nu de Paladin van Bubblebox. Ja, die Jaina, als hij nou een beurt of zo eerder had gehad, had hij het gewoon turn 9 kunnen spelen. Had hij 20 health, had hij een Water Element op board. En ja. Precies. Had, en dan had hij Bubblebox al die burst, maar ja, dat maakt niet uit als je dat de hele tijd hield. Precies, en dan nog een keer Alex Straze daarna hield. Ga je gewoon 18, ben je uit range van alle burst. En had hij dus, als hij één beurt eerder had gehad, had hij denk ik gewoon eigenlijk makkelijk kunnen winnen. Precies, ja, heel soms gebeurt dat inderdaad. Ja, het gebeurt soms, het is heel jammer, maar ja, wel gewoon goed uitgespeeld uiteindelijk van Bubblebox. En ik ben heel benieuwd wat Sushi tegen de Paladin gaat doen. Hij heeft natuurlijk wel de Freeze Mage die heel sterk is tegen de Paladin. Hij heeft Paladin zelf, Sushi. Kan natuurlijk een Murloc Paladin, maar kan ook inderdaad Control Paladin zijn, die ook wel aardig sterk zegt Paladin. Ja. Ik ben alleen een beetje bang voor de Warlock, die toch wel overlopen kan worden. Maar we zien twee keer de val, wat toch wel redelijk goed is tegen dit soort agressieve Vortex. Ja. Maar hij speelt geen Hellfires, zoals we weten. Nee, maar ik denk dat het niet echt nodig is met al de AoE die ze toch al hebben. Ja, maar Hellfire is natuurlijk wel een van die kaarten die ontzettend sterk is tegen Paladin. Want eigenlijk alle Murlocs hebben gewoon niet meer health dan 3. Ja, dus, en nu Warlie er ook nog eens weg is. Nou ja, hij is niet weg, maar hij bufft niet meer de health. Is inderdaad Hellfire toch wel een stuk sterker geworden tegen Paladin. Ja. En ja, wat hij eigenlijk al weggaf, Sushi, vorige game, was dat hij geen Hellfire speelde. Als hij bijvoorbeeld die Valorant niet had gespeeld, klopt. En bijvoorbeeld voor de tap ging. Dan had bijvoorbeeld Bubblebox misschien gedacht van ook met om Hellfire heen te spelen. Ja, precies. En wat misschien ook een tactiek is in Conquest. In zoiets als dit. Van als je verliest, verlies dan gewoon en dan laat je kaarten niet zien. En dan ja, je hebt wel eens inderdaad bij andere toernooien ook gehad inderdaad dat een deck gewoon op beurt 2 concede. Als hij al gewoon een hele slechte start heeft of een hele slechte match. Want we hadden inderdaad Freeze Mage tegen bijvoorbeeld Control, waar dat hij gewoon meteen kon zien, zodat hij niet een speciale tekst liet zien of hoe vaak die Blizzard en zo speelde. Mm. Dus dat zag je inderdaad nog wel eens in Conquest. Last Hero Standing maakt het inderdaad niet uit. Maar wil je juist zo lang mogelijk doorspelen, zodat je alle kaarten ziet als precies. Je verliest ja. Van wat de tegenstander speelt. Oeh, hele goede topdeck hier bij Bubblebox. Ik kan nu gewoon voor de Murloc Tidecaller gaan. De vraag is alleen, wat buff je? Buff je de Murloc Tidecaller om Drain Life heen te spelen? Ook speelt het een beetje heen om de file, zodat je niet een 3 en een 4 minion hebt. Ja, dat is of een 2, een 3 en een 4. Ja, maar op zich van ja. En nu, ik kan denken van, heeft hij spelpower? Dan moet je niks onder de 3 AP eigenlijk hebben. Ja, maar je hebt ook geen spelpower gezien met de file in de vorige game. Je weet dat die gnome verraad doet. Als Bubblebox slim is, gaat hij gewoon naar de website van zijn team om die guide op te zoeken.
Mm-hmm. Dus ik denk dat Bubblebox eigenlijk gewoon precies weet wat Sushi speelt hier. Dus, en dat hij daar op zijn keuze gaat gebaseerd. En ik denk dat het Murloc Tidecaller buff op de Tidecaller wordt. Ja, want dan weten ze dat er geen Hellfire aankomt. Ja. Dus ja, ik denk ook van dat hij gewoon alle drie op 3 AP wil zetten. Precies. Niks Defal. En dan, ja, best wel een Forcer. Dat is nog een paar beurtjes weg. Hij ja, heeft nog wel de coin dan inderdaad. Toch een hele interessante play hier bij Bubblebox. Hij weet de decklist van Sushi. Ja, toch voor die extra damage gaan. En dan ja, gaat hij maar goed, het is nog steeds geen 1 AP minion. Dus het is nog steeds niet echt een defal. Het kan beginnen. Absoluut, absoluut. Maar alsnog. Double defal cleart alles in de volgende beurten. Maar ga je om double defal heen spelen? Dat is ook weer zoiets van, ja, dan wil je niet echt omheen gaan spelen. Nee, dat hoef je ook niet. Nee, het was meer gewoon dat hij dat heeft op dit moment. Maar toch een beetje, toch een beetje greedy om dan nu voor die ene damage te gaan en dan jezelf vulnerable te maken voor eventuele defile. Zeker, wat absoluut niet nodig was. Maar deze beurt, ja, je kunt meerdere plays. Je kan bijvoorbeeld voor de red gaan om gewoon, ja, volgende denk je van ik wil dubbel defile spelen, gaat die red. Je maakt het bord wat zwakker dan. Defile creëert alles, of je gaat bijvoorbeeld voor een drain soul, maar ja, zou je misschien houden voor een defile clear. Of je gaat gewoon tap en ik hoop dat hij nog gespeeld, zodat je die double defal kan doen. Want op zich, double defal, ja, dat doet nu 5 damage. Oeh, dirty red. En die pakt een goede. Die Finja had niet zo leuk kunnen zijn. Ja, en ook weer wel. Want als Finja was gekomen, was de double defal juist extra goed geweest. Dan was het echt één groot feest geworden voor Sushi. Dan had hij echt 7 Murlocs misschien wel kunnen killen. Ja. Maar ja, nu is het natuurlijk Finja is wat later, dus dan heeft het ook weer weinig effect. Oeh, dat is wel een hele goede draw. Nog steeds hij kan niet om de dubbele faal heen spelen, dus ik denk hij kan Rockpool op de tweede. Oh man. Als hij niet had gehero powered, had hij om de files heen kunnen spelen. Ja, en ik denk dat Bubblebox nu zoiets heeft van, Oeps. Ja. Oh wacht, is de faal. Ja. Je komt natuurlijk niet Warlock vaak tegen op ladder, dus dan denk je ook van, dan denk je niet zoveel aan van hoe vaak. Ja. Vaak herinner je je losses van, daardoor verloor ik. Ja, precies. Oh man. Ja, toch. Maar nu staat er wel een heel mooi 1, 2, 3 op het bord. 1, 2, 3, 4 zelfs. Ja, precies. Ja, oh man. Ja, en nu moet hij misschien de 1-1 buffen. Ja, ik denk dat hij dat op dit moment ook door heeft. Ja, Bubblebox die deed Hero Power en toen zag je die twijfel heel even. En, ja, maakt niet uit. We gaan wel zien hoe Bubblebox dit gaat oplossen. Hij zou even voor de Rockpool kunnen gaan op de Tidecaller om gewoon een value trade af te kunnen krijgen. Want ja, echt om de file heen spelen kan alleen als hij ze 1-1 buff. Maar ja, dan moet hij wel 2 minions traden in die dirty red. Dus dat is wel een beetje arg. Ja, hij heeft nu zoiets van, ja, ik hoop maar gewoon dat hij geen file heeft. Ik heb een grote fout gemaakt en daar ga ik waarschijnlijk voor gepunched worden. En hij hoeft niet eens dubbel de file te spelen. Hij hoeft maar 1 de file te spelen. Misschien nog voor de extra red? Oh man, als hij dat doet. Hij heeft er gewoon helemaal niks over. Want zoals je weet, dus hij heeft 1 kaart in zijn hand en een secret. Ja. Hij gaat niet voor de red. Nah, ik snap ook wel dat hij niet voor de red gaat. Het is wel een beetje greed. Het kan inderdaad zijn dat hij Tyrion in zijn hand heeft. En dat, oh man. Ja, Bubblebox weet ook dat dit compleet zijn eigen schuld is. En dat kan je niet zeggen van, ja, de val OP. Ja, het is wel de OP, maar goed. Je had er toch omheen kunnen spelen. Maar uiteindelijk weten wij natuurlijk dat hij eigenlijk altijd de board had kunnen clearen. Wat er ook gebeurde. Maar toch, nu heeft hij nog een extra de val. Niet dat het heel veel doet. Met weinig minions, maar toch. Ja, de grote fout zat hem eigenlijk natuurlijk al in beurt 2 of 3. Waar hij inderdaad voor die extra damage ging. In plaats van al zijn minions op 3 helft te zetten. Mm-hmm. Terwijl hij wist dat er geen Hellfire in het deck van Sushi zat. Misschien dat hij daar gewoon op dat moment niet over na. Maar weet je, dat kan gebeuren. En dat kan de beste gebeuren. En dan zie je dus ook dat door zo'n klein foutje. Heel, heel erg aan het begin. 1 klein buff fout. Dat misschien de hele game kan omgooien. En dat Sushi daardoor deze game waarschijnlijk naar zich toe gaat trekken. Ja. En we zien weer de Corpse Taker build. Die zagen we ook al eerder bij Arne, geloof ik. Ja. En het zal vast geen toeval zijn natuurlijk. Het is natuurlijk een hele populaire build. Maar het zijn ook teammates. Misschien hebben ze met elkaar gepracticed. En denken toch van, dit is toch de beste build voor Paladin op dit moment. En niet bijvoorbeeld de wat agressievere build met de hoogste mana curve is 6. Ja, vaak zie je toch wel dat teammates een soort van eigen Discord of een teamchat hebben waar ze decklisten in delen en dergelijke. En
En maar vaak vinden ze toch altijd dezelfde decks toch wel beter. Ja, of, de ja, of inderdaad, je ziet dan Gugboy Control Paladin, omdat hij daar heel erg fan van is. Daar heeft hij ook de hele kwalificatie mee gespeeld. Dat weet ik toevallig omdat ik ervan verloren had. ik had uiteindelijk van Gugboy verloren. En ja, dat vindt hij dan waarschijnlijk prettig. Dus dan gaat hij weer voor die lijst. Maar ja, je ziet dan toch dat een paar van die teams allemaal wel een beetje hetzelfde zijn. Ja. Helemaal, als je kijkt naar Mate en Nara, perfecte voorbeeld. Mm-hmm. Twee teammates maken een hele goede strategie. Ja. En winnen daarmee heel erg makkelijk hun games deze week. Bubblebox. Maar natuurlijk een nadeel van dat is, dan als de game daarna die had kunnen kijken, dan kan hij denken van, hey, die spelen die decks. Ik zie precies dezelfde line-up. Ja, het is natuurlijk wel zo dat de decklisten van tevoren opgestuurd zijn. Dus het is niet zo dat je nog even 5 minuten van tevoren even snel iets anders kan verzinnen. Maar het geeft natuurlijk wel een voordeel in de mulligan. Absoluut, van, als je absoluut. Denkt van, oh, het is dit soort mage of het is dit soort druid. Zeker. Ik weet trouwens, wij weten natuurlijk wel de classes. Mm-hmm. Maar volgens weten de spelers dat ook? Volgens mij niet. Van de tegenstanders wel natuurlijk, ze moeten bannen. Ja, maar ja, dat is wel inderdaad waar. Oké, nou even kijken naar deze game. Sushi heeft... Twisting Nether. Ja, dat kan hij nog wel even bewaren. Ja, het maakt, het maakt ook eigenlijk ook niet zo heel veel meer uit wat er allemaal gebeurt. Hij kan Abyssal Enforcer gaan. Hij kan, ja. Zoveel opties. Trade Abyssal Enforcer ziet er op zich wel redelijk uit misschien. Het is nu een beetje van dat je aan het nadenken is van ja, hoe verlies ik deze game nog? Ja, precies. En, ja, daar wil je omheen spelen. Je gaat niet echt meer spelen van hoe kan ik dit board het beste clear of zo? Of hoe kan ik dit doen van... Hoe verlies ik? En daar wil je omheen spelen. Ik denk dat... Dat ga je niet meer verliezen. Ja, precies. Ik denk dat Sushi inderdaad nu gewoon rustig blijft. En hoopt dat Bubblebox één beurt overextend met een Tyrion of met een Tareem. Ja, kan die overextenden nu? Ik kan maar 1 kaart per beurt spelen. Ja, met de Finja erbij. En dat er dan een goede Twisting Nether komt. En dat het dan gewoon in 1 keer afgelopen is. Ik denk dat Sushi gewoon op het moment dat die Gul'dan draait, dat het klaar is. En daar zien we weer een 1-1. Wat gebeurt daar? En we zien de faal. Oh man, het gebeurt gewoon weer. Dit is een full board clear trouwens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh man. Dan kan hij nog traden of zo om zijn eigen minions in leven te laten. Volgens mij wel, toch? Je kan volgens mij die 4, 5 en de 3, 3 traden. En dan heb je alsnog een 2, 4 over. Oh, maar wow. Dit best wel een forcer. Ja, absoluut. Maar wat krijg je dan terug? Finja. Oké, dan had ik misschien toch liever die file gezien, want dan kreeg hij de 1-1 terug en dan ging ook weinig mee. Maar... Ja, en ook inderdaad, als het Redemption of iets ergens was geweest, was inderdaad ook... Hele goede topdeck hier trouwens van Bubblebox. Dat is natuurlijk out of cards, krijgt nu weer 3 kaartjes terug in zijn hand. En hij speelt de Kobold Skillbane, dus hij speelt een wat meer late game variant, geen crawler attack of zo, maar gewoon naar Curator. Hij speelt ook Bowmer staan, misschien speelt ook... Stormwatcher volgens mij, dus best wel wat 7 drops. En die Kobold Skillbane is vooral goed in matchups als Priest. Die gewoon lastig ermee dealen. En dan heb je ook nog een andere minion die sterker wordt. Plus het Dodge Dragonfire Potion, wat ook wel een groot ding is. Absoluut, ja. Het ziet er nog steeds wel heel erg slecht uit voor Bubblebox. Ja, het probleem is met die agressieve decks helemaal als Murloc Paladin. Ze spelen natuurlijk geen Equality Consecration, Equality Pyromancer of... enige vorm van board clear. Dus op het moment dat Sushi een paar van die grote minions op het bord legt, kan Bubblebox er eigenlijk niet zo heel veel aan doen. En Sushi zit nu gewoon even na te denken wat hij gaat doen. Ik denk dat hij gewoon voor de coin Alexstrasza moet gaan. Aggressive. Ja, inderdaad. Zet hem op 11. Heb een enorm bord. Waar eigenlijk alleen Tareem iets aan kan doen. Maar je weet zijn hele hand. Je weet dat hij Finja heeft. Je weet dat hij een draak, een murloc en een beast heeft. Ja. Waarvan je eigenlijk precies weet welke beast en dragon het zijn. Dus ja, het moet echt de topdeck zijn. Topdeck Tareem om nog iets daaraan kunnen doen. Precies, nou sterk gespeeld hier van Sushi. En, Tyrion. Dat is denk ik niet genoeg, want hij heeft al zoveel damage op board. Precies, ja, drain life, trade met de... Maar gaat hij ervoor, want je hebt niet heel veel keuze anders, volgens mij, om te overleven. Ja, of de concede button. Dan kun je ook natuurlijk van deze game afkomen. Ja, een kleine comeback hier van Sushi. Stond natuurlijk 2-0 achter. Bubblebox natuurlijk nog steeds wel de favoriet om deze game te winnen. Maar ja, we weten, het is Conquest. Misschien was Sushi zijn tactiek wel om de Paladin te 3-0'en. En het staat 2-1. Ja.
Ik ben heel benieuwd waar ze wat Sushi nu mee komt. Of die eerst voor de mage gaat of eerst voor de paladin. Denk de mage, ja. Het is ook wel een psychologisch ding, ja, hè? Kan toch terugkomen naar 2-2. En dan, ja. En als je dan verliest, dan heb je toch nog 3-2. Ja. Volgens mij maakt ook de gamescore natuurlijk uit voor de totale stand. Volgens mij is het onderlinge resultaat wat uiteindelijk de doorslag geeft voor de tiebreaker. Oké, okay. Maar ja. Als dat nog gelijk is, dan is denk ik nog de gamescore dat ook het verschil kan maken. Ja. En natuurlijk, het voelt ook beter als je 3-2, als je absoluut. Dan 3-0 verliest. Ja. Ja, en het is ook natuurlijk, als jij terugkomt op 2-2, ben jij in de mood van, ja, ik ga deze winnen. Terwijl de tegenstander juist zit van, oh, ik stond 2-0 voor. Ah, en op, nu, ik ga en, toch niet gereverse ja, beat en dan worden. Kan het toch wel een soort psychologisch voordeel met je meebrengen. Goeie hand voor Sushi, natuurlijk de Doomsayer. Ik denk niet dat je die wil spelen nog, want je hebt ook Frostnova aan hand. En als je weet, de Murloc Paladin heeft niet een antwoord op Frostnova Doomsayer. Nee, alleen Rallying Blade met eventueel Coin Terim. Ja. En ook, je zag die Cobalt Skillbane. Ja. Je zag de Corp steken. Er is gewoon geen plek ook voor iets als Crazed Alchemist, wat je ook precies. soms ziet. Ja. Dat Paladins er niks tegen hebben, dat heb je soms gezien. Maar er zit zoveel in dat deck. De Murlocs, dus de Dragon, de Late Game. Het past er gewoon niet in. Ja, dat zijn ook inderdaad heel veel dingen waar die spelers allemaal rekening mee moeten houden. Van ja, hij heeft deze kaart en dan heeft hij waarschijnlijk geen ruimte. Want inderdaad, de core van Murloc decks of van bijvoorbeeld een Pirate Warrior. Dat is toch vaak 25 van de 30 zijn toch eigenlijk wel een beetje bepaald. En ja. Heb je een paar flex spots voor wat andere tech kaarten. Of inderdaad een andere variant of een agressievere variant of een iets wat late game variant. En ja, dat moet je toch wel kunnen herkennen als speler. En Sushi besluit toch al meteen voor de Doomsayer te gaan. Terwijl het eigenlijk nog niet per se had gehoeven, omdat hij de Frostnova natuurlijk in zijn hand had. Ja, maar toch die Murloc Curve even stoppen. Wow. En misschien toch bang voor de clear op de Frostnova Doomsayer. Alhoewel het vaak echt zo is van, ze hebben gewoon geen antwoord. En je door het toch wel voor gegaan, want het cleart gewoon eigenlijk de eerste paar beurten. Klopt. En het zorgt ervoor dat ze niet die laatste beurten doen. Maar we zien toch de Crazed Alchemist. Wow. Dat is wel grappig eigenlijk, dat ze het inderdaad erover misschien hebben. Misschien heeft hij dan iets als een Bone Mare niet meer in zijn deck, wat je toch vaak ziet. Hij had wel de Stormwatcher, want we zagen volgens mij Windfury. Windfury, hij heeft absoluut. De Curator, maar we hebben nog geen Bone Mare gezien. Dus ik denk dat hij die Bone Mare eruit heeft gehaald om die elk mist in te doen. Ja, en hij speelt natuurlijk ook geen Grimmskill Chamya. Die hebben we ook niet gezien. Maar er zijn natuurlijk al 6-1 drops, dus dat is ook niet helemaal nodig. Tenzij je echt een hele agressieve variant wil gaan met bijvoorbeeld Divine Favor. Maar dat is natuurlijk niet met Curator. Ja, toch een goede draw voor gebeurd van Sushi met de Medivh Valet. Kan hem wat extra tijd geven. Ik kan vind het ook wel grappig. Ja, wil je nu al je Frostbolt wasten op een 1-3? Ja, maar volgende beurt is Megazord turn. Wil je ook, dat kan ook echt heel hard snowballen. Want dan hebben ze ineens een 5-4. Ja. En hebben ze nog meer. Gaat een beetje voor het midden van Megazord. Is niet heel erg. Ja. Maar wil toch die Frostbolt bewaren om bijvoorbeeld iets als Megazord zelf te doden. Ja, Wicker Flame, goede kaart. Absoluut bewaren voor later in het spel. Ah, gaat het nu al voor? Nee, is niet nodig. Je wilt toch gewoon je tegenstander doden. Die helft maakt niks uit, want vaak ben je toch al dood als ze naar Arkstraatse gaan. True, true, true. En anders had je Hero Power hier, wat helemaal zwak is. Best wel simpele bird, denk ik hier. Ik wil gewoon Collect Ping. Ja, je wilt gewoon nu card draw. Je hebt niet zo'n hele volle hand. Het is niet de beste hand ook. Je hebt wel Burn, je hebt Frostnova. En het geeft toch weer het twee extra draws en je tegenstander moet mee dealen, want anders krijg je nog meer. Precies. Als je natuurlijk die ene attack op je bord hebt, dus waarschijnlijk haalt hij ook nog het wapen weg. Ja. Dus dat is best wel een goede beurt. Ja. Maar we zien de tweede Rallying Blade met twee Divine Shields op het bord. Ja, dat is twee extra damage, eigenlijk 5. Want natuurlijk de Rallying Blade, inderdaad, twee Divine Shields. En die Wicker Flame kan nog wel eens heel vervelend worden als Sushi er niet mee kan dealen. Ja, Frostnova Doomsayer doet ook helemaal niks. Door de Crazed Alchemist. Alexstrasza. Ja, goede draw hier. Misschien gaat hij bijvoorbeeld iets als Lethal over een paar beurten opzetten. En die bijvoorbeeld nu al die burst wil bewaren. Want hij heeft nu 12 damage in hand. Hij heeft nog 1 Frostbolt of Valet nodig. Waarschijnlijk Frostbolt, want die Valet. Ja, hij wil Fireball hebben, want die secrets gaan weg. Pyroblastje. Ice Barrier, goede draw hier. Geeft hem wat extra tijd. Wil je vooral hebben. Ja, ik denk dat toch dat hij Valet eerder gaat spelen. Want waarschijnlijk als hij Alexstrasza gaat. Offensively, dan ben je toch waarschijnlijk al de beurt op 1 AP. En heb je niet echt de tijd om die Valet te spelen. Ja, precies. Ik kan ook voor Shatter gaan natuurlijk. We hebben natuurlijk die Frostnova en dat is gewoon een 0 mana assassinate eigenlijk. Ja, dat is inderdaad ook wel zo. Misschien denkt Sushi wel, als ik nu Frostnova Shatter ga, dan kill ik de Wicker Flame. Want die geeft natuurlijk wel een
Oh nee, hij gaat met Valet op de Wicker Flame. Maakt ook wel sens, ja. Hij denkt van, ik moet wel even die Wicker Flame killen nu. Want als ik Alexstrasza op beurt 9 op het veld gooi, wil ik niet dat hij zichzelf terughield. En dat kan ik heel goed begrijpen, want hij heeft natuurlijk al bijna zijn burst combo in zijn hand. Hij heeft 1 Fireball en 1 Frostball. Hij mist nog 1 kaart om het kawaii af te maken. En ja, Bubble Boy, het zag er zo goed uit voor hem, maar... Hij krijgt alleen maar late game nu. Ja. En hoewel dat tegen sommige decks goed is, tegen zo'n freeze match maakt het niet over uit. Want die winnen juist bijna altijd late game gewoon. Ja, ik denk zelfs dat Sushi hier gewoon eventueel gewoon voor Ice Barrier Frost Nova zou kunnen gaan. Er ligt nog niet zo heel veel damage op het bord, dus hij zou... Waarschijnlijk wil je wachten inderdaad, want precies. Je wilt gewoon zoveel mogelijk damage stoppen met die Frost Nova. En ja, ga je hier nou, waarschijnlijk pinkt hij nog, ga je nou voor 4 damage een Frost Nova doen? Ik denk dat er nog wel iets betere beurten komen. Ja, zeker. Helemaal als je nog niet genoeg damage hebt voor naar je Alexstrasza. Ja. En je hebt ook 26 HP gewoon op dit moment, dus... Dat is niet heel erg nodig, nee. Nee, inderdaad, wat ik zeg, ja... Dus hij heeft natuurlijk nog niet de burst damage in zijn hand. Dus hij kan inderdaad naast Alexstrasza met die Frost Novas nog wat extra beurtjes stallen. Om eventueel toch wel die Pyroblast of misschien een Primordial Cliff in wat extra damage te krijgen. Ja, en het ziet er niet zo heel goed uit voor Ballbox. En dan zie je toch maar weer dat Sushi helemaal terugkomt in deze game. Ja, maar dat is altijd met zo'n freeze match natuurlijk. Je staat nooit echt voor, lijkt het. Maar uiteindelijk, je hebt die Alexstrasza. Dan... Primordial Glyph kan toch wel die extra Fireball opleveren. Of eventueel een andere burn damage, iets, Pyroblast. Iets leuks pakken. Iets Blizzard is wel leuk. Ja, geeft je toch wel weer een extra beurtje. Om naar je plus, dan kan je wat minions doden hier. Want volgende beurt, je weet dat die Magus voor een hand heeft. Dus die gaat hij waarschijnlijk volgende beurt spelen. Ja. En als hij iets als attack krijgt, ben je toch wel misschien bang om volgende beurt dood te gaan. Terwijl die nu kan hij gewoon alle Murlocs clearen. En ja, 4-4 overhouden. En ja, nu heb je gewoon Alexstrasza en je hebt zoveel beurt. Want je hebt nog 2 Frost Novas. En als je Alexstrasza speelt, word je ook niet daarna gedood, want er is gewoon bijna niks op het bord. Oh man, als hij niet de Blizzard had gehad, was Warleader in Megazord natuurlijk ontzettend sterk geweest. Ik denk dat nu gewoon de Tyrion op het bord gaat komen. Ja, maar het is niet zoveel damage, hè? Je wilt hem zo snel mogelijk doden, dus ik zie hem eerder voor de Murlocs. Murlocs gaan, of misschien die Cobalt Killbane met een Murloc. Ja, dat is inderdaad allebei mogelijk. Maar wat ik ook nog zie, jij Bubblebox bewaart hier... Die getaway code de hele tijd. Misschien gaat hij straks bluffen dat hij een eye for an eye heeft. Ja. En dat dan Sushi de hele tijd probeert om heen te spelen. En dan, oh, het is een getaway code. Ja, het zou inderdaad ook nog wel zo kunnen zijn. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd wat Bubblebox gaat doen. Hij heeft natuurlijk inderdaad, wat je zei, een paar mogelijkheden. Hij kan inderdaad voor de Tyrion gaan. Kan ook wat voor Murlocs gaan om een Megazord op te zetten. Ja. Ja, ik ben niet zo'n groot fan van Tyrion, want dan heb je gewoon hem nooit de volgende beurt dood. Nee. En je ziet, 10 op board, 13 totaal. Hij is op 22, heb je 9 damage nodig. En ja. Ja, hij kan wel Steed natuurlijk met Alchemist spelen. Voor een hele hoop damage. Dus 16 damage. Dat is bijna lethal. Maar ja, dat is niet genoeg. En oh, daar is de Antonize ook. Nu gaat hij zeker genoeg damage krijgen. Als je het Alexstrasza. Ja, maar wacht even. Als hij nu Steed Alchemist gaat. En Sushi vindt niet de damage. Dat hij dus wel heeft nu met die Antonidas. Ja, kan Antonidas Frost Nova gaan. Ja. Ja. En dan heb je gewoon Fireball Frostbolt erna. En het is al lastig genoeg om met die Antonidas te dealen alleen. En dan ook nog die Fireball extra. Dus. Ja, dat kan nog wel een mogelijkheid zijn dat Bubblebox eventueel Corpstaker vindt. Ja, ja, dan wordt hij ook weer gefreezed. Ja, ja, het is inderdaad, ziet er niet heel erg goed uit. En dan moet gebeuren, wat dus niet eruit ziet dat gaat gebeuren. Ja. Ja. Gaat gewoon een grote muur maken. Gaat niet voor het gaat niet genoeg zijn. Maar de muur, dat blokt geen fireballs. Nee, absoluut niet. Die worden er gewoon overheen geschoten. Om maar even in de muurpunt te blijven. Nee, we gaan kijken hoe Suzy dit gaat uitspelen. Waarschijnlijk inderdaad, zoals we zeiden... Antonidas Frost Nova. Er is gewoon niks dat een paladin hier tegen kan doen. En het enige wat ik kan bedenken is Leeroy plus Eye for an Eye. Maar ja... Zo'n deck speelt geen Leeroy. Nee, absoluut niet. Ja, ik ben heel benieuwd. Je hebt gewoon gegarandeerd lethal volgende beurt als je ervoor gaat. Er is geen healing op board. Misschien is die bang voor True Silver of zo, maar ja, dan heb je nog steeds Frost Nova daarna en dan kan je nog Fireball Frostbolt doen. Nou, ik denk dat die Sushi aan het nadenken is van ja, hoe gaat hij toch nog verliezen? En dan denk dat hij alsnog voor gaat. Want... Het is toch wel heel erg belangrijk inderdaad in dit soort situaties. Van ondanks dat je zo ver voor staat van ja, zie ik niet iets over het hoofd. Laat ik toch nog even alle... Secrets of zo, toch nog. Ja.
Dat ik toch even goed kijk of er niks, niks is wat mij de das om kan doen. Ja. Ik denk nog niet per se dat hij Pomox opgeeft, want hij heeft denk ik nog één Hydrologist in zijn deck. En ja. Als hij hem dan op één kan zetten. Want hij heeft nog geen Lethal op zich. Hij ziet nog geen Lethal port. Ja, hij weet niet dat er Frostbolt is, maar als er geen Frostbolt is, heeft hij nog geen Lethal. En dan kan je misschien nog op één zetten die Hydrologist topdekken. Ja, het enige. En dan genoeg hebben. Ja. Het lijkt erop dat hij opgeeft met de Wellplayed, ja. Goed gespeeld van Sushi, natuurlijk de Alexstrasza op 9, wat natuurlijk vrij essentieel is om zo'n matchup als deze te winnen. Had natuurlijk een hele hoop freezes. Maar ja, wat we zeggen, deze matchup is gewoon super favorite voor de freeze match. En het komt tot de laatste game. Ja, en dat is toch wel leuk, 3-2. Ja, is de eerste van vanavond volgens mij. Ja, 2 keer 3-0 en een 3-1. Ja, dus en dan gaan we de Control Paladin zien. Ja. Hij speelde toch wat Murloc Paladin in de laatste tijd. Dus ik wist niet zeker of hij Control Paladin gaat. Maar hij heeft er toch voor gekozen. Misschien toch even met Gugboy gepraat. En natuurlijk ook de Control Paladin teammates van elkaar. We hebben veel mensen van Sector 1. 4 Sector 1 spelers hebben we in de ISL Benelux finale. 2 van Emcon, 1 van de ECV en 1 van Team Echo Zulu. Ja. Echo Zulu doet het ontzettend goed. We hebben een heel sterk League of Legends team. Ook die ook de ISL gewonnen hadden. In de Arena. Ja, heel erg. Ze zijn echt een upcoming team, nieuwe organisatie. En ze doen het ontzettend goed. Goed en leuk om te zien ook. Ja, we hebben gestart met de League of Legends team, natuurlijk met de studenten. Ja. Waar je ook wel bekend mee bent. Ja. Dus ik denk dat jij ze wel een beetje vanaf het begin zo'n beetje ongeveer gezien hebt. Nee, ze hebben niet in de DCL gespeeld, geloof ik. Maar nee, ze hebben wel eens meegespeeld, gewoon voor de grap. Okay, als een showmatch, maar niet als. Niet als team. Maar zijn wel meer studenten, toch? Ik heb geen idee. Nee, ja. Maar ja, laten we kijken hoe deze Sushi gamer... Sushi Tech Hard. Oh, maar die Hungry Crab. Oh man. En Bubblebox heeft niet eens een hele goede hand. Hij moet Rockpool spelen voor tempo hier. En ja, ouch. En dan gaat het gebeuren, jongens. Zullen we de emote zien? Ik wil eigenlijk wel de emote zien. Het is natuurlijk wel teammate, maar het is toch altijd wel leuk om de emotes te zien van... Hello, Challenger. Nom, nom, nom. Ja, weet je wat het ook gewoon is? Het is gewoon zo pijnlijk als dat gebeurt. Ja. Het is gewoon... En toch, die Sushi Tech Hard, hij heeft ook nog een aal. Iron Beak aal? Ja, is natuurlijk met Curator een beast. Dus dan, en kijk wat een Curve Bubblebox heeft. Maar ja, hij kan er niet veel mee doen met de 3, 4, 5. Oh man. Ik voel... Ik denk toch dat hij hier gaat aanvallen, denk ik ook niet. Want hij wil er toch van afkomen. Oh wow, het valt niet aan hier. Maar dan ga je toch in het probleem komen van, doet hij nu Hero Power, is je korps teken volgen, wordt waarschijnlijk gelijk dood. Ja, precies. Ja, hij kan natuurlijk kiezen om met zijn Hero Power, of met zijn Weapon 1-1 te killen, maar ja, dat is ook niet echt iets wat je... Ja, het ziet er heel erg slecht meteen uit voor Balbok. Het is ook wel zo, als je de Control Paladin een beetje tijd geeft, dan gaat het natuurlijk hopeloos mis. En ja, ik ook nog de Stormwatcher, dat hij net die Windfury mist. Ja, en dan geeft hij natuurlijk ook gelijk informatie aan Sushi van, hey, die heeft Stormwatcher in zijn hand. Dan ja, precies. Daar moet je aan denken. Ja, en we zagen natuurlijk wel dat Kukboy in dezelfde positie zat. Dat hij ook een hele goede start had met Doomsayer op 2 en dergelijke tegen de Murloc Paladin van Arne. Maar Arne vond een weg met hetzelfde deck als Balbox om toch weer te winnen. Maar ja, Balbox heeft wel echt een hele slechte hand. Finja is waarschijnlijk wel de enige manier waarop hij nog terug kan komen. Finja met Blessing of Kings, Finja met Sunkeeper Tareem, Stormwatcher waar Sushi misschien niet mee kan dealen. Maar ja, als je kijkt naar de hand van Sushi, de Aldor Peacekeeper, hij heeft de Pyromancer al, de Consecration, de hele hoop kaarten, de Tyrion en de Lightlord natuurlijk voor de late game. Hele hoop kaarten die goed zijn voor Sushi op dit moment. En hij heeft natuurlijk ook die tech cards allemaal. Heeft hij Hungry Crab? Hij heeft die aal allemaal goed tegen Paladin. Ja, ook nog de Geist. Natuurlijk om de mogelijke Druids te verslaan. Want hij wil natuurlijk Priest bannen. Hij heeft gewoon de tech kaarten voor alles. Maar ja, kom je dan tegen decks zoals... Ik weet niet of die Crawler speelt. Maar bijvoorbeeld Pirate Warrior. Ja. Misschien ben je dan wel favorite. Maar als je al die tech kaarten niet speelt. Zoals bijvoorbeeld een Taunt of een Crawler. Ja, dan kan het toch wel lastig worden als je niet tegen decks komt zoals de Paladin waar die crabs voor zijn. Oh man, en ook nog een Doomsayer. Ja, en dat wordt toch wel lastig, want als je die Doomsayer nu speelt, ja, die Finja kan natuurlijk in de... Klopt, maar de Elder gaan, maar ja, dan ga je de Doomsayer niet doden. Warleader Bluegill, en dan Blessing of Kings Bluegill. Maar het is natuurlijk nu, het is de Tareem turn 6. Maar oh, ga je de ene Tareem heen spelen en tank? Ik denk het niet. Nee, absoluut niet. En het mooie is nu ook, van die Warleader nerf. Die Finja gaat gewoon dood. Ja, zeker. En laten we niet vergeten dat Pyromancer
Consecration waarschijnlijk het meeste van het bord gewoon gaat clearen. Ja, zelfs dus, Pyromancer Coin Consecration is gewoon een flamestrike. Ja. Dus het ziet er zeker nog steeds heel erg goed uit voor Sushi. Bobox heeft natuurlijk nog wel wat late game. De Stormwatcher, de Steed, Blessing of Kings heeft natuurlijk nog wel wat tools in zijn handen waarmee hij de game naar zijn hand kan zetten, maar... Ja, het probleem wordt straks ook van, hij gaat al die 1 drops krijgen. Ja. En dan, ja, dan heb je al je late game gebruikt. Niet heel efficiënt. Ja. Maar dan komen al die 1 drops. Dan wil je eigenlijk wel natuurlijk je vroege early game drops, die wil je eerst spelen. Dan moet... ja, de controlpalen hier, Sushi, die moet natuurlijk moeite doen om ze allemaal te clearen. Ja. En dan kom je met je late game drops, waar hij geen antwoorden meer voor heeft. Maar ja, dat is nu dus niet het geval. En dat is natuurlijk een probleem. Ja, en het bizarre is ook nog dat Sushi natuurlijk nog steeds gewoon 2-3-3's op het bord heeft liggen. Krijgt natuurlijk ook niet eens de allerbeste. Ja, en de vraag is... de Pyromancer hier nodig. Die wil je denk ik niet eens hier gebruiken. Hier, maar is het zelfs nodig om ik wil het net zeggen. Ga je niet hier gewoon voor de coin curator? Ja, dan ga je wel overdrawen waarschijnlijk. Dus dat wil je niet helemaal. Hij heeft wel 2 beast gedrawd. Dus ik denk dat hij niet meer beast heeft in zijn deck. Nee. Hij heeft de crap. Hij heeft de owl. Ja, hij speelt niet meer beast, toch? Want ik denk dat hij iets als Kodo niet speelt. Nee, precies. Ja, wat Sushi wil is natuurlijk wel de 8 drops uit coin. Dus turn 7 ja. Tyrion. Turn 8 Lightlord. Dus eigenlijk wil je deze beurt toch gewoon een removal play maken. Dus ik denk toch dat hij gewoon voor Consecration gaat. Voor double trade. En dan heeft hij over Hero Power. Kan misschien zelfs beslissen om gewoon Pyromancer te spelen. Maar ik denk dat hij toch wat belangrijk is om eventueel voor later te gebruiken. De 1-1 is op dit moment gewoon prima. Stormwatcher. En natuurlijk ook die quality van hij heeft net zijn Consecrate gebruikt. Ja, ja. Hij heeft 2 qualities in zijn decks. En dan, ja, wie weet krijg je geen Drake. Ja, je hebt de Curator, maar het is misschien te langzaam om te krijgen. En dan wil je die quality gebruiken en dan heb je niks om te prokken. En ja, nu denk ik gewoon een coin achterop. Denk gewoon Tyrion. Omdat ja, Ragnaros kan hij toch nog face gaan. En kan natuurlijk met de Blessing of Kings heel makkelijk getrade worden. Maar zo'n coin Tyrion, ja, Blessing of Kings, kan hij natuurlijk erin traden. Maar dan gaat de Stormwatcher zelf ook dood. Ik ben heel benieuwd... Maar dit gaat uitpakken. Ja, het zal waarschijnlijk voor de spikers gaan hier. Creëert natuurlijk de Tyrion. Ja, het is wel heel inefficiënt. Dus misschien valt hij geen eens aan. Ja, kan wel natuurlijk spikers steed. Ja, dat gaat wel gewoon zitten. Zijn stormwatcher meteen dood. Gewoon een 6-2 over, ja. Is dat het waard? Of wordt gewoon gedood door het wapen? Want ja, Sushi is helft dood. Dat is gewoon ja, hij zou hem zelfs nog kunnen sinussen om de Stegodon te denyen. Ja, dat ook nog. Dat is echt genoeg antwoorden met Sushi's hand op dit moment. Absoluut. Het enige wat hij een beetje mist is de AOE. Ja. Dus als hij eruit gaat, Bubblebox, dan zou het nog een probleem kunnen worden voor Sushi. Maar op dit moment ja, heeft gewoon zelfs het bord tegen Murloc Paladin. En dan is het heel lastig om bij te gaan als de Murloc Paladin. Absoluut. Helemaal omdat de Murloc Paladin gewoon geen board clear speelt. Spelen misschien 1 Consecration. Maar dat zie je toch ook al vaak, dat gekut wordt uit het deck. Ja, dat speelt gewoon geen equalities, geen pyromancers, geen consecrates. Het is super moeilijk om terug te komen op bord. Helemaal als je tegen een Tyrion aan staat te kijken waar je geen antwoord op hebt. Het gaat misschien hier voor de Divine Shield om zijn Warleader te verdedigen. Nou ja, zo goed is dat ook weer niet. Nee. Het is allemaal een beetje, ja, het is wel goed. Maar ja, ik had liever het op meer Murlocs gezien. Dat is toch wel wie deze match vindt. Bijvoorbeeld zo'n Divine Shield op al je Murlocs. Oeh, daar is de board clear. Daar is de equality. Maar is dat het hier wel waard, is natuurlijk de vraag. Ja, het is nog niet nodig. Ik denk dat Sushi gewoon rustig kan spelen. Het enige probleem is natuurlijk dat ik kan die Stormwatcher niet doden. En misschien is die bang dat die op een of andere reden toch nog erheen komt. Maar ja, als die dat doet, heb je altijd nog die quality erna. Ja, je staat nog steeds op 30 HP, dus je hoeft ook niet heel erg bang te zijn. Kijk, Stormwatcher kan misschien een hele hoop damage gaan doen. Maar het is natuurlijk niet de 30 damage die hij moet doen. Nee, zelfs Double Blessing of King zou nog niet genoeg zijn, dat is dan 12. Ja. Dus ja, daar zou je nog aan kunnen denken. Oh, wauw. Lijkt erop dat hij toch ervoor gaat. Hij ja. Kleurt natuurlijk de bord, krijgt het wapen. En dan nog Stone Hill. En dan heeft hij gewoon het wapen. En dan kan hij gewoon gaan racen eigenlijk. En ik denk dat hij dat wel gaat winnen. Absoluut. Maar zelfs de Owl, wat eigenlijk vaak een aggro tech kaart is. Ja. Ja, het is wel grappig om te zien dat die Owl speelt. Daar zijn al de buffs. Ja, het ziet er heel erg slecht uit voor Balbox. Ja, hij heeft geen minions meer. En goed die moment. Owl. Goed moment. Ja, die Owl doet het zeker goed tegen Steve. Maar het is echt een goed moment voor Sushi daar om te clearen. Want ja, als er nog wel een hoop minions waren geweest, Double Blessing of Kings had zeker route in date kunnen gooien.
En ja, de vraag is natuurlijk, gaat Bubblebox hier nog doorspelen? Want hij heeft al redelijk vroeg geconcede die andere games ook. Ja, dus ja, hij denkt ook hier van, de Curator is nog wel de beste draw misschien. Maar ja, je bent op 13 AP, je hebt geen board, je hebt geen comeback, mechanic. En dit is altijd waarom het zo vervelend is om tegen Sushi te spelen. Je denkt van, ja, er is niks wat hij tegen hem stier kan doen. En ja hoor, Sushi is weer de enige in heel Nederland die Iron Peak Owl in zijn... Ik denk niet alleen in heel Nederland. Maar ja, in heel de wereld misschien wel. Die Iron Peak Owl in zijn Paladin deck speelt. En het wint hem dan ook nog eens de game. En dat is zo leuk aan Sushi. Hij verzint allemaal gekke tags die niemand speelt. Maar ja, en ga je er dan omheen spelen? Nee dus. En dan wint het uiteindelijk de game. Ja, gewoon heel sterk gespeeld van Sushi weer. Dus en het is wel grappig, want Bubblebox kwam natuurlijk 2-0 voor. En Sushi heeft gewoon een reverse sweep. Misschien heeft hij wel een beetje die Murloc Paladin getarget. Ja, dat zag er wel. Hij heeft Warlock. Die, en hij heeft natuurlijk al die, of die tech-kaart hierin. Ik weet nog steeds niet of het favorite is. Eén craft. Geist is natuurlijk ook super sterk tegen Paladin om alle 1-drops te killen. Spel ze. En wil je wel de 1-drops clearen late game? Dat geeft juist de betere draws, hè? Oh man, het is al de tweede keer dat ik dat zeg. Rank 25 caster. Ja. Close to the truth. Close to the truth. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Maar de Warlock is natuurlijk ook super sterk tegen de Paladin met zoveel board. Dubbel Defile, dubbel Abyssal Enforcer. Dat is natuurlijk super sterk allemaal. Dubbel Twisting Nether ook nog in Sushi's deck. Ja, en dit is game over. Ja. Dat gaat betekenen dat Sushi de reverse sweep gecomplete heeft. Ja. En 3-2 wint. Heel en hij is een teammaat RNA joint in bij de winnaars van vandaag. Ja, dus twee Sector 1 wins en twee Sector 1 losers. Ja. Ja, hadden ze maar beter moeten doen, hè? Dat, ja, is toch wel... Ik dacht toch dat ze beter waren dan 50-50. Ja, echt hè. Ja, het is ook wel leuk om te zien dat ze meteen allemaal tegen elkaar moeten. Ik ben heel benieuwd wat Mate versus Nara gaat doen. Ze hebben nu natuurlijk dezelfde line-up gespeeld. Ze gaan weer dezelfde line-up tegen elkaar en kijken wie de beste is. Alleen maar mirror matches spelen, ja. Ik weet niet wat de Bubblebox nog denkt te kunnen doen. Ja, hij zit nog te denken van, hij denkt toch van, ja, ik wil die serie. Misschien is het nog een minieme kans, maar ja. Misschien is het een disconnect of een... hij denkt nog misschien Taunt of zo kan overleven. Poisonous. Ja, overleeft het nu nog. Maar ja, ook niet, want double sacrifice. En daar is de well played van Bubblebox. En waarschijnlijk drukt hij de concede. Goed gespeeld van Sushi. Gewonnen, 3-2. Terwijl hij 2-0 achter stond. Ja, toch wel een leuke match. Toch wat iets langzamer. En natuurlijk een freeze match gezien. De mirror was wat... had leuker kunnen zijn, omdat het natuurlijk een beetje eenzijdig was. Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk ook die andere game waar Bubblebox de ene meer met zijn mate Alexstrasza had. Had natuurlijk Sushi de game daarna Alexstrasza op turn 9. Dus dat balanceert zich weer. Ja, nee, en dat denk ik achteraf een hele leuke game om te zien. 3-2, een hele spannende game. Het is altijd leuk als de laatste game het allerspannendste is. Iets spannender natuurlijk dan de rest van de games, want die waren nogal snel over. Ja, 3-0, 3-0. Ja, we hadden natuurlijk de eerste match van vandaag was Arne tegen Gookboy, waar Arne 3-0 won van zijn teammate. De tweede match was Nara tegen Cubicle. Die won, Nara was het goed, is 3-1. En die had natuurlijk een anti-priest slash druid line-up. Ja. Hetzelfde was met de mate tegen Denor. Die won, wel 3-0. En die won ook volgens mij 3 keer op zijn priest. Ja, ook op de volgens mij had hij de druid mirror had hij gewonnen. Toen hij alles top-tacked met dubbel Dat waren wel een paar goede top-tacks. Ja. En ook met natuurlijk de Antonidas overdraw. Ja, was dat was wel... Dat was ook de die game. Nee, die had ineens... Cubicle was de 3-0 gepriest, volgens mij. Ja, klopt, ja. Ja. Nou, in ieder geval, ik denk dat we 4 geweldige matches hadden vanavond. Het was fantastisch. De eerste week van ISO Benelux. Maar ja, niet getreurd. We hebben nog 6 weken te gaan. Maandag is alweer Rocket League op dit kanaal. En hebben we ook nog de rest van de week hebben League of Legends, Counter-Strike. En volgende week donderdag zijn wij twee... Matthijs, ook wel Theo genaamd. Hey, spoiler. Zijn dan weer voor Hearthstone hier. En dan hebben we weer 4 andere matches. Wel dezelfde spelers, maar in een andere volgorde. En kijk dan uit wat voor line-ups ze meebrengen. Ja, ik ben heel benieuwd of Mate en Nara weer met iets fantastisch komen. En of Denor zijn oude decks weer prullenbak in gegooid heeft. Ja. Fijne avond.